Dit is Belmer en Zo. Vandaag zijn we bij Imagine IC voor een debat over Antilliaanse jongeren in Zuidoost. Het debat heet Enkeltje Schiphol. Zijn Nederlandse Antillianen wel echte Antillianen? Ik ben Latisha van Belmer en Zo en ik sta hier met Tanja Vrij. Wat voor voorstelling is dit? Nou, het is niet echt een voorstelling, het is een debat vanavond en dat doen we bij Imagine IC. En het is eigenlijk een debat over een beetje de vraag van wie is nou de echte Antilliaan? Zijn het Antillianen hier in Amsterdam of zijn het Antillianen op de Antillen? Want daar is altijd best wel discussie over. En dat doen we hier bij Imagine IC tegen de achtergrond van een tentoonstelling. En die tentoonstelling die heet Enkeltje Schiphol. En dat gaat natuurlijk over naar Nederland gaan. Dus je staat daar op het vliegveld op Curaçao. Ja, en je hebt een enkeltje schiphol, weet je. Je gaat het warme nest verlaten voor Nederland. Zijn Nederlandse Antillianen wel echte Antillianen? Nou, ik denk dat als je impliceert dat ze zowel Nederlanders zijn als Antilliaan, dat ze wel echte Nederlandse Antillianen zijn. Net zoals je Nederlandse Surinamers hebt en Surinaamse Nederlanders en dat soort dingen. Ja, ik denk het wel. En waarom hebben jullie dit debat gekozen? Omdat we het heel belangrijk vinden dat we een brug slaan tussen Antillianen in Amsterdam, in Nederland, en de Antillianen op de eilanden. Er is soms een beetje strijd, want heel veel jongeren die gaan met een beurs naar Nederland toe. En die gaan hier dan studeren en die worden verliefd en die gaan niet meer terug. En dat is eigenlijk best wel een beetje een probleem. Hè? Er is echt een brain drain daar. En de regering op Curaçao die wil heel graag dat ze terugkomen. Maar teruggaan is ook niet altijd zo makkelijk. Want dan ben je 5, 26 en dan ben je niet meer echt heel erg gewend aan Curaçao. Of soms ook niet echt altijd meer welkom op Curaçao. Ook al klinkt dat een beetje raar. Maar dan vinden ze dat je vernederlands bent. Nederlandse Antillianen die echt Antillianen zijn? Ik denk van wel. En waarom? Ja, het is afhankelijk hoe je het wilt definiëren. En ik denk Nederlandse Antillianen. Antillianen zijn gewoon anders dan de echte autochtone Nederlanders. Maar alhoewel ze nog gewoon behoren tot het koninkrijk, is er degelijk een heel groot cultuurverschil. Dus ja, vandaar. Wat wilt u bereiken met dit debat? Ik denk dat wat we willen bereiken is dat we gewoon goed naar elkaar luisteren en weer wat dingen leren van elkaar. Kijk, het gaat over verhalen vertellen. Straks komt rapper Fresco. Nou, dat is een bekende Antilliaanse rapper. Die zal ook zijn verhaal vertellen over zijn enkeltje Schiphol. Dus ik denk dat als je verhalen vertelt aan elkaar, dat je wat meer leert van elkaar en weer een beetje meer begrip hebt voor elkaar. En we gaan live schakelen met Curaçao, wat natuurlijk heel leuk is. Dus ook mensen op Curaçao kunnen meepraten. Dus al met al denk ik van, nou ja, een mooie brug slaan. Zijn Nederlandse Antillianen wel echte Antillianen? Ik denk van wel, want Antilliaan draag je in je hart. Dus ik denk, je geboren Antilliaan, je blijft gewoon een Antilliaan. En wat vindt u daarvan? Ja, ik denk ook wel dat ze echt Antillianen blijven, alleen ze worden ook Nederlander. Dus het zijn gewoon twee dingen, denk ik. En heeft u misschien ook nog een oproepje voor Antilliaanse jongeren hier in Zuidoost? Ik zou zeggen, hou veel contact met het thuisfront. Dat kan via Skype, dat kan via zoveel middelen. En laten we proberen samen te blijven. Ik bedoel, er zit 9000 kilometer tussen hier en tussen daar. Maar uiteindelijk zijn we volgens mij allemaal Antillianen. Thank you.